Hey mensen, welkom Games en welkom bij de nieuwe Saints Row 4. Wij gaan weer verder. De vorige keer hebben wij een opdracht gedaan. En die gaan we even afsluiten zo. Even deze money verdiend. Lekker money bijverdienen. Want dat was ik de vorige keer vergeten te doen. Vorige keer hebben we namelijk een soort fight club gedaan. En dat was lastig. En ik ging allemaal bijna dood tegen Nightblade. Ik bedoel, what the fuck. Maar ik heb het overleefd. Fight clubs zijn er meer, zoals je hier ziet. Want de vorige keer konden wij, dacht ik, met een primary request wel Get terughalen. Zo, dat ging mijn stem even. Maar we hebben hem nog niet. Ik weet niet waarom, maar we gaan hem misschien nu halen. Een anonymous reading. Hartstikke leuk. Dan is de volgende wat we gaan doen. Fight Johnny Get. Nu gaan we pas zoeken. Ik heb dus een primary. Godverdomme. En eigenlijk weet ik dat ik nu een sidequest wil doen. Maar ik wil zo graag Johnny vinden. Dus maakt me niet uit. Die sidequest, die wacht maar. Ik heb trouwens helemaal mijn muis geloof ik helemaal niet aanstaan. Wacht even, laat ik dat even als eerste doen. Want dat is irritant denk ik dat jullie mijn muis niet kunnen zien. Dus sorry dat de vorige aflevering jullie dat niet konden zien. Ik ben zo terug. Zo, als goed zien jullie mijn muis nu wel. Hartstikke leuk. We gaan dus nu back by popular demand. Zou echt heel veel mensen hebben geklaagd in deel 3 van... Ah, Johnny is weg. Ik wil Johnny terug. Dat ze hem nu terugbrengen. Is dat echt wat dit betekent? Zo'n back by popular demand. Dat heel veel mensen dachten van... Wij willen Johnny terug. Oké, dan gooien we Johnny terug in de game. Ik hoop het alsjeblieft van, want ik vond hem wel vet. Oké, we hebben de locatie van de cargo plane prison, maar... Kinsey, ik wil het niet horen. Kijk, ik zeg gewoon, niet je hoofd op. Gewoon me. Wij weten dat het Johnny is. Ook al geloven die mensen dat het eerder Sean die zou kunnen zijn dan, Johnny. Ik wil even een paar clusters en ik kom er nu toch langs. Dus dan pak ik ze ook. Maar ik geloof ook wel dat het die Get is. Ik geloof het wel, want anders zou de opdracht het niet zo heten, toch? Of gaan ze ons fucken en is het helemaal niet. Want een opdracht en naam wil nog niet meteen zeggen dat het ook daadwerkelijk Johnny is. Oeh, daar zitten er nog bovenop de kerk één. Dus daar klimmen we ook even op. Oh, het is niet deze toren. Klim. Woehoe! Oh, daar zit ik er nog. Ziet ik er nog één? Ga ik nou godverdomme een heel ander accent praten? En bijna. Ja, oh, is bijna. Verkeerde. Oh, nee! Ah. Heb eens. Ik heb hem. Daar gaat het om. Ik ren ondertussen nog steeds door. Nee, 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 nee. Hierop. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Dit gaat allemaal nog goed. Oké. Okay. Go. Laten we gewoon even een beetje doorrennen. Pots. Hekje eruit. Want het hekje staat in de weg. Wajo. Oh, daar zag ik geloof ik er nog één. Wel daar. Helemaal. Weet je wat? Die gaan we ook gewoon pakken. Ik bedoel, ik ben in de buurt. Maakt het uit. Rennen we even hierop. Nee! Nee! Ik val daarop! Dankjewel. Oké, weet je wat? We gaan gewoon die kant op. Als ik deze heb gepakt. Bijna. Dankjewel. Hoppakee. En hop. En hop. En ren. En door. En knallen met die hap. Knallen met die ballen. Let's go. Oké, weet je wat? We klimmen hier nog even overheen. Dacht niet trouwens, dit is een veel te groot gebouw. Dus we gaan van de vier sliden. Woehoe! Wat een pokkend weg zeg, godverdomme. Wat is dit ver weg. Ik ben trouwens, valt mij op. Ik gebruik nooit meer mijn auto. En sinds goed de third, pakte ik nog vaak gewoon mijn auto. Ik denk als ik nu een auto pak, dat ik daar echt aan moet gaan wennen. We zijn in ieder geval hier bij de Broke Shillele. Een bag. En daar ben ik met Sid. Hallo Sid. I'm surprised Hinyak went back to the well and hid this inside a broken shillelagh again. According to Matt's data, all of the submatrices are inside broken shillelaghs. Oh. That makes no sense. Ja, echt wel, ja. Maar... big on reuse. I'm coming, Johnny. Okay, Johnny. I'm coming for you, Johnny. En als het Sean die is, ga ik janken, want ik wil gaan Johnny. Ik wil Sean is ook... Oh, hallo. Saints Row the Third. Johnny Gat helped found the Saints originally, and Shawnee looked up to him ever since she joined. He sacrificed himself to save us. Now I want our friend back. Hoppakee, dat is wat er vorige keer gebeurd is. Oh, shit. Where's my powers? Your powers only work in your simulation. Ah, goddammit. Heb ik in ieder geval wel wapens, ja. But I'm coming back with my friend. Kom hier. Ah, duik niet weg, bitch! I'll
to shoot Dankjewel. Your damn Taylor. Oké, we gaan weer terug naar schieten. In plaats van vechten met powers. Nou, dat kan ik nog wel, hoop ik. Toch? Ik weet niet. Ik hoop dat ik het allemaal nog niet verleerd ben. Hoppakee. Die. En dood. Ik moet even reloaden, hè. En reloaden is ook belangrijk. Hé, sekspoppen. Ook van Saints Row the Third. En bijna dood. Zo, dankjewel. En zit er nog boven nou nog één? Ja. In ieder geval zijn we bijna terug. Dood! Zo, zijn we terug in dit, ga jij eens even dood? Waarom heb ik zulke kutwapens? Misschien moet ik ze nog gaan upgraden de volgende keer. Oh. Want ik kan serieus, ik druk sneller dan dat ze schieten. Waarom is dat zo langzaam? I don't know. In ieder geval reload ik even. En gaan we naar boven. We gaan Johnny redden. Zeg alsjeblieft dat Johnny is. Ja, vorige keer in Saints Row the Third, toen begon je en toen moest je de andere kant juist op rennen. Toen moest je naar achteren. Nu rennen we weer terug naar voren. Holy shit. Deurtje open. Zo, nog meer Syndicate dood, want zo heette die rode Syndicate. Johnny! Kingsley, the door's jammed. Ah. Is something the matter? Oh, you motherfucker! Zie je dat Johnny is? You can't even muster the courage to open it. He's going to die. Ga open! And none of his friends will even get to see the body to bury him. Nee, dood! Open! Johnny! Nee, Johnny is niet dood. I let you down. I let us all down. We never should have ran. We should have stayed and fought, but we couldn't because... We couldn't because of me. And I know people say it's not my fault, but if the boss didn't have to protect me, you would be standing here right now. I'm so sorry, John. Ho, ho, what the? Zo, Jezus, ik schrok ook! Ik dacht al van, wacht even, dat shot. Dat zombie Johnny. Wow, 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 hallo. What the? We hebben wel Shandy. We left him to die. He didn't save our lives so we could feel sorry for ourselves. Yes, I hate to interrupt this touching moment. Why, bitch? We haven't even got to the best part of this plane ride. Ik denk dat we Shandy alleen terug gaan halen. Oh, wat? Ho! Ah, motherfucker! We redden niet Johnny, we redden niet Shandy, we redden niemand. I don't know. It's like she's everywhere. If that alien prick did something to her. Kan ik dit journey openmaken? Hallo. Say Shandy, toch wel. Oh, nu kan ineens de deur wel open. Whoa. Whoa, whoa, whoa. Trippy. Oh! The fuck? Wow, trippy! Dit moet je niet doen met drugs. Als je drugs op hebt, moet je dit niet kijken. Nee, kut! Auw. Nu gaan we nog zo'n trippy meemaken. Ja. Oké, fuck you. Waarom rent hij niet? Hij sprint niet meer. Hij rent gewoon. Kan hij nog sprinten? En even hier kijken of hij nog kan sprinten. Nee, zie. Ik sprint nu. Ik heb de sprintknop ingedrukt. Dat kan dus niet. Oké, dan weet ik dat. Oké. Ja? Zo. Deurtje open. Johnny, please. Not one of our crew thinks these things. Of course they do. Everyone always carries me through everything. Johnny, that's rubbish. Shandy. 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 What the hell is going on here? Hey, get off me. Huh? Yes, are you there? Yes, but I think Shandy's close by. Hold on. What? Why are you in a nightclub? What happened to the plane? I'll explain soon enough. Just help me find Shandy. What the fuck did? Cut it out. Who's that? Just a minute, Kinsey. Moet naar beneden. Waar is de trap naar beneden? Dit is gewoon. Is dat hier? Ah. Is het van 2? Ik heb 2 eerlijk gezegd nooit gespeeld. Als ik eerlijk moet zijn. Misschien had ik dat wel moeten doen. You're not going anywhere. Use the stun gun.
Hands to yourself, veteran child. Yeah, like that's gonna happen. Well, kan hem niet schieten. Tell me what's going on here. You think? Use the stun gun. Oh, nu kan ik hem wel eens neerschieten. Zo, stun gun. Die, you fucking bitch. In a while. Hallo. That is not Shandi. This is her. Yeah. Or it was. No, something screwed up. Oh, wacht even, zomaar. She doesn't act like this. She has like one emotion. Pissed. This girl needs a bowl fast. Let's go upstairs and sort this out. Not yet, my friend. Oh, what? I think veteran child deserves a second chance with our fair Jezebel. Maybe several chances. Oh, what? Oh, hello. Easy time. Die. Oh, die. Die. Fucking die. You. Veteran child? Wacht even. Plural takes singular construction. You're giving me an English lesson. This is no good. I'll shoot one, two take his place. Yeah, aren't being deleted. Here. How are you gonna stop me now? Dood. The new gun is in. Wacht even zeggen new gun. Maar waar, daar. Ah, daar. Here goes nothing. Just die. Oh, moet goed mikken. Ja. Oh, bijna. So. Die. You. Piece. Of. Fucking. Shit. Zo. Hoppakee. Dit is een Shandi van vroeger. Blijkbaar. Ik heb het verhaal niet gevonden. Hey, sometimes your exes try to kill you. What can you do, you know? You want a party? No. This isn't me. Shandi, are you okay? This is getting weird. Dat is Shandi zoals we dat kennen. What's her problem? My problem? My problem is that I used to be you. This isn't a born again thing, is it? No, she's future you. Yeah. So, oh yeah? What do you mean? Look, Shandi, let's get out of here. No. I want to hear what I have to say to myself. What do you mean, what happens to me? Well, evidently, I become a total frigid bitch, so I just wanted to know what's up. Ze zitten tussen tegen elkaar. Yeah, you're lame now. You used to have fun. I used to be useless. What? The most memorable thing you ever did was get captured by your smoked out ex. That's not true. I'm sorry. And fucking half of Stillwater. Go team. I always thought you were friendly and hated pants. Someone gets it. Let's get out of here. What the? Oké, we hebben de Shandi terug. Dit is de oude Shandi. De nieuwe Shandi en de oude Shandi hadden ruzie met elkaar over wat. Hè? Misschien moet ik hier niet te lang over nadenken. Misschien moet ik gewoon maar doorklikken. We hebben Shandi terug. Maar ik ben niet zo blij. Want ik had liever Johnny gehad. Maar dat was Zombie Johnny net. Gewoon, what the fuck? En Zombie Johnny. Of Zombie Johnny. Zombie Gat heet hij eigenlijk. Zombie Gat. Die kreeg je in de Saints Row the Third wel als extra homie op een gegeven moment. Maar. Huh? Ik snap hem even niet. Misschien moet ik deze aflevering terugkijken en hem nog drie keer daarna terugkijken voordat ik snap wat hier gebeurd is. In ieder geval, we hebben Shandi erbij nu. Yay! Denk ik. En ook nog de fun Shandi. De leuke Shandi en de minder leuke Shandi hebben we dus nu allebei. Oké. En we hebben een nieuwe wapen. En de nieuwe gateway. En audio logs, ook leuk. Dat is ook leuk allemaal. Ik ben even mindfucked net. Van wat? Nee. Maar, oh wacht even. Weten jullie, ik denk dat jullie wel weten wat ik nu ga bedoelen. Wel even de timer uitzetten en wachten tot quest gedoe allemaal gedaan is. Alle members. Hier kan ik een sexy mee doen. Kan ik romance mee doen. Kan het ook met Shandi. Waar is het dan? Dit zijn WC's, geloof ik. Nee.
Dit was waar Sid is. Ja. Maar waar is Shandy? Shandy. Shandy, you wanna fuck? Well. Hier kan ik niet doorheen. What the fuck is dit dan? Useless. Useless piece of shit. Kan ik hier überhaupt nog iets? Iets nuttigs? Kan ik hier overheen springen? Dankjewel. Doet pijn. Oh nee, helemaal pijn. Nou, hartstikke handig allemaal. Kan ik hier? Dit is. Map. Ik kan ook nog romance met Matt Miller. Die heb ik ook nog niet gedaan. Weet je wat? Fuck it, we doen het gewoon. Kom kijken wat het is. Matt, I've been thinking. We could all be dead soon, so. Shit, I can't believe I'm saying this. You don't have to die virgin. Can you call me Nightblade? Are you fucking serious? What? You still want to have a go? What the hell? What the fuck? Ach, we doen er met Miller een plezier mee en laten we daar maar op houden. Maar, oké, okay, zo, kun je me Nightblade noemen? Nee. Kan het nog steeds... Ah, vrij, fuck it, zegt hij. Nou, weet je wat? Dit doe ik echt vooral omdat ik no homo ben. Echt, no homofoob, fuck that shit. Maar, wil Shandy, die ik nu hier random tegenkom, ook... Been a hell of a ride, hasn't it? Yeah. An understatement. You've changed so much. We both have. Yeah, I guess so. Hey, whatever happened with that guy who won your dating show? Puerto Rican Thunder God? He was sweet and all, but performance didn't live up to the name. Look, I'm gonna tell you something. It always drove me crazy that you had exes in every city and were willing to go on a dating show, but not once did you ever give me a shot. Ah! I'm asking now. Then let's make up for lost time. En dat was het. Wij mogen nooit zien wat er daadwerkelijk gebeurt. Why not? Oh, wacht even. Nou, iedereen wil met mij. Kijk, dat iedereen zegt, maar is goed. Doet Keith het dan niet ook? I know you want to, but I don't. Kom op, Keith. Zelfs Shandy. Oh, oké, okay, Sean is niet echt een... Die doet het met iedereen. Zelfs Matt... Oh, wacht even, die wil... Dat is... Zelfs Sid, een robot, heeft er geen problemen mee. Waarom jij wel? Motherfuck. Het is gewoon niet leuk meer met die vent. Echt, nee, hier kan ik niet heen. Ah. Nou, kunnen we nog één keer Kinsey doen? Hebben we die ook weer gehad. Waar is Kinsey? Die is hier. Hallo, you wanna fuck? Hey Kinsey, you wanna fuck? Deze hebben we te vaak gedaan. Hoppakee. Tuurlijk joh. Why not? Why fucking not? Dan doen we de set achteraan. Dan hebben we iedereen gehad. Anders voelt Sid zich ook zo alleen. Hè, dat hebben ze allemaal in één keer gehad. Zo. Moet ik even naar boven rennen? Of naar beneden? Hè? Ik geloof dat ik naar beneden moet juist. Of was het wel boven? I don't know. Het was wel boven hè. Fuck. Fuck. God damn it. Oh, hier zit Sid hier. Hallo. Why does everybody look at me as if I will kill them in their sleep? I don't know. Weet ik niet. Ik druk de knop op E. Ik moet R hebben. Alright, Sid, here's the deal. You need me to ravage you. Yep. Maybe. Don't worry. I'm fully equipped to pleasure you. Okay, ik moet stoppen met die reepface. Of derpface. Of wat even dat gezicht was wat ik net trok. Hebben in ieder geval dit ook weer gehad. Zo, hartstikke idee. Hebben we dat ook weer gehad. Nou is het weer tijd voor sidequests. Want kijk eens. Holy shit. Wat heb ik? Rescue Pierce. Ben King. En Asha. Ik kan dus vanaf nu gewoon mensen echt gaan kiezen van wie red ik nu als volgende. We hebben nu ook via Shandy. En via Saints Row 2 Shandy. Kunnen wij ook nog opdrachten. Er zijn heel veel sidequests. Ik denk dat ik ze maar gewoon allemaal ga doen. Waarom krijg ik een bericht van Tim die Tompreder aan het doen is? Dus waarom heb ik mezelf nog niet offline gezet? Oké. Okay. In ieder geval ging geloof ik de timer net af dat ik zag. Ja, dat heb ik het gezien. Dus ik ga het voor vandaag even afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Saints Row 4. Druk een duimpje omhoog. Abonneer eronder. Laat een leuke reactie achter. En hopelijk... Het is jammer dat hier... Kijk, we hebben hier Pierce. We hebben hier Ben King. We hebben Asha. Maar nog geen Johnny. Gaan we Johnny ook nog krijgen? Ik hoop het wel. Want, what the fuck is dan Get Out of Hell? Wat, nee. Ik wil gewoon Johnny. Alsjeblieft. Goed Johnny, alsjeblieft. Alsjeblieft. In ieder geval, misschien een volgende keer.
Volgende keer gaan we in ieder geval beginnen met een paar sidequests. En dat zijn er een boel. Een heleboel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heel veel. En die moeten we dus allemaal gaan doen. En ja. Daar gaan we de volgende keer bij starten. Dus hoe sneller de volgende aflevering, des te beter. Samen sluit ik nu af. Tot de volgende keer. Later. Doei. Kom maar, jongen. Kom maar. Oh nee, niet letterlijk, kom maar. Ik bedoel, of niet zo, kom maar. Ik bedoel dat letterlijk, van kom hier. Kom maar. Jongen, jongen. Timer hou jij je mond. Dan kan ik even namelijk me focussen op dat hij een bal op te gooien naar mij. Dat is niet lief.